Hey, hallo en welkom. Leuk dat jullie weer zijn bij deze video. Vandaag, jongens, ben ik gelijk bij een bijzonder begin. Want Rick's huis staat te koop voor 10 diamonds. 10. Wie gaat er nou 10 diamonds voor dit betalen? Reenie. Hey. Hey, kom eens. Wie gaat er nou 10 diamonds betalen voor een huis? Kijk wat dit establishment hier is. Moet je zien. Het is niet eens belicht. Ik kom niet binnen. Het is slechte belichting. Je ziet helemaal niks. De kisten. Oh, er zit er nog op zich wel wat in de kisten. Hierboven zit helemaal niks behalve mijn coole ruimte waar hij de deuren van gegriefd heeft. Wat mijn iron heeft gekost. Zijn bed is er nog. Wat stinkt. En dan verwacht hij dat ik hier 10 diamonds voor ga betalen. Ik ga onderhandelen. Ik ga naar Rick's nieuwe huis. Ik heb wat anders voor hem. Ik ga hem wijsmaken dat dit meer waard is dan diamonds. Oh, dat moet ik ook nog hebben. Ja, die heb ik gekregen van Robin en Justin. Wat kan je ermee dan? Geen idee. Naar Rick toe. Daar is het. Rick's nieuwe osso. Hij is verbannen uit Toeter. En volgens gaat hij gewoon 100 meter naast Toeter wonen. Nou, hij is letterlijk verbannen uit de vallei. Dan gaat hij daar wonen. Rick! Hey! Ik wil onderhandelen. Je wil onderhandelen? Ja. Ik wil net naar mijn oude huis toe lopen om nog wat oude shit eruit te pakken. Nee. Dat is eenmaal deel van het huis, deel van de persoon die het koopt. Oké, dan gaat de prijs omhoog. Nee, kom. We gaan even onderhandelen in je nieuw huis. Kom even bij Boris, mijn huisgenoot. Is Boris. Hallo Boris, welkom. Ik zag dat er 10 diamonds stond om jouw huis te kopen. Ja. En ik heb wat waardevollers dan diamonds gevonden. Maar niet zo kutbeest is, want die heb ik ook. Nee. Okay. Kijk. Je hebt wat waardevollers. Dat is oprecht. Je hebt netherite, heb je tegenwoordig ook. Maar heb je ook die nu. En die is nog bijzonderder. Daar kan je echt zulke zieke armor van maken. Nee, joh. Jawel, oprecht. 2 van die dingen neem ik juist. Ik weet dat dit gewoon nul waard is. Nee, hallo, gast. Ik wil je ook wel diamonds geven, maar weet je hoeveel dit waard is? Ja, ik heb er letterlijk maar 2. Ik heb er maar 2. Ik wil ze alle 2 aan jou geven. Ik weet dat Justin gewoon een hele kist voor heeft. Jammer dit. Oké, dan wil ik je. Ik ga je echt geen 10 diamonds betalen voor het poephuis van je. Wat wil je dan geven? Want het is zeker te onderhandelen. Ja, kom, we gaan wel naar het huis zelf toe. Dan gaan we even beoordelen met diamonds en al. Wat vind je van het nieuwe huis tot nu toe? Ja, echt lelijk. Nee, wel leuk. Best wel leuk. Oh, volgens mij zijn we René kwijt. Oké, we gaan even beoordelen hoeveel jouw huis waard is. Ik heb al net beoordeeld. En het zag er niet goed uit, Rick, moet ik wel zeggen. Niet? Nee. Ik zal even kijken wat ik vind dat het waard is. Oké, kijk. Ten eerste, een ijzeren deur. Weet je, moet je elke keer op zo'n poepknopje drukken. Ja, dat is slecht. Hier een random blok. Dat maakt het allemaal niet beter. Dit is een koperblok. Dit is echt een goed blok. Even kijken. Ja, nee, die belichting was er niet. Dat was geen... Nee. Ik ga kijken zoals het in de status was dat ik het aanvond. Geen belichting. Nog wel wat spullen in de kist hier die ik trouwens wel even claim. Ik bied 2. Nee. 2 diamonds wordt hem niet. 1. Ik kan... Nee, zeker niet. 8 diamonds. 8, gast! Niks in dit huis bij elkaar opgeteld in geen enkele winkel die er ooit gaat komen, gaat dit 8 diamonds waard zijn. Maar je hoeft het niet te bouwen. Nee, dus kijk naar alle potentie. Kijk. Mijn intentie is om het te kopen om het vervolgens te slopen. Kijk, dit is ook nog, ja, die ken ik al. Ja, daarom. Maar wat heb je hier aan? Secret escape. Voor wat? Trouwens, even, ik moet even een ritueel uitvoeren hier. Steen door het rijtje. Nee! Rick! Hij staat voor de deur! Hij staat voor de deur! Nee, laat hem niet in de vallei opblazen! Rick! Nee! Dit is allemaal voor jouw huis gebeurd, hè? Nee, ik doe 5 bieden. 6 en dan hebben we... Nee. 5. Echt, dit is niks. Er mist glas zelfs. Er mist glas ja, in je voorruit. Ja, het glas heb jij letterlijk net eruit geslagen. 5 diamonds voor dit. Ik wil het eigenlijk nu zodat ik het kan slopen, hè. 5 diamonds? 5 diamonds en een halve stek eten. Ik zou 5 diamonds betalen voor die halve stek eten, joh. Ik ben een hongersnood. Nee, ik ben een hongersnood. Dat ga ik echt niet doen. 5 diamonds en 10 steak. Nee, ga ik niet doen. Eten is me te waardevol. 5 diamonds. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. En een... Heel waardevol. Kom je nou even met een kut ding? En 1 steak dan, want ik heb geen eten. Nee, ook niet maar. En? Oh. Nee! Nee, je hebt me al verkocht! Je hebt het al aangenomen! Nee, hij is van mij! Ik heb nog geen verkocht gezegd! Aan mij! Niet! Je hebt het al aangenomen! Heb je de steak al gegeten? De steak hier! Ik wil niet dat hij aan Lorenzo wordt verkocht! Dan gaat hij... Nee, niet in mijn vallei! Nee! Dat gaat niet gebeuren, alsjeblieft! Kun je nou het huis gekocht?
Nou, ik bijna. En toen, hij had al verkocht gezegd. Toen kwam Lorenzo ineens met een grote bot. En nu wil hij maar Lorenzo verkopen. Nee. Ik heb geen verkocht gezegd. Ik had het vlees nog niet eens opgegeten. Wat wou je ermee doen dan? Gewoon puur dat er niemand anders in kon wonen? Nee, dat wil ik op dichtgooien. En gewoon wat anders bouwen. Waarom? Ja, geen idee. Dus al mijn herinneringen aan jou kan ik daar uitwissen. Hé, hey, man. Kijk, daar is hij. Nee. Ik wil jou hier niet hebben. Ik had letterlijk het huis al dienen. Voor veel goedkoper en dan kom jij aan. Ik niet achterin. Ik ben hier om te onderhandelen over het huis. Hier is de andere bieder. Mijn bot was 5 diamonds. En letterlijk één rauw vleesje. Ja, en toen kwam jij met je 8 diamonds. En hij ging al akkoord, bijna. Ja, ik wil even een rondleiding daar binnen, denk ik. Het is helemaal slecht. Het is echt niks is het waard. Ja, echt heel slecht. Er is verder helemaal overal dirt en zo. Nee, hey, wat zit je hier nou deur te gooien? Dit gat in het raam, dat ga ik voor je laten maken. Oh, er wordt altijd stenen door eruit gegooid hier. Dit is het eerste huis van Rick Force, jongens. Dit is al wel 20 dia waard. Maar ik geef jullie zo'n goede prijs. Ja, als ik hier zou wonen, hou ik dit hout zeg maar weg. En dan heb je hier zo'n mooie vlakke muur waar je zo'n mooie vieze vlag hebt. Ik wil geen vieze vlag hebben. Oké, Lorenzo, als jij je bot intrekt, dan krijg jij deze van mij. What the fuck is het überhaupt? Het is meer waard dan diamonds. Je hebt hier zieke armor, kan je hiervan maken. Ik trek mijn... dankjewel. Ik trek mijn bot in als jij... Nee. Als jij slijmballs voor mij fixt. Hoeveel? 3. Deal. Of ik wil je geef alles voor die geefrische vlag. Deal. Ik haal 3 slijmballs voor jou. Ja, is goed. Dan pas trek ik mijn bot in, want voor nu staat hij nog. Hey jongens, ik wilde eigenlijk deze video gelijk naar mijn winkel gaan... om daar vervolgens de winkel af te bouwen en dan helemaal te vullen. Maar ik heb eerst een missie gekregen. Ik wil het huis van Rick... Ik hoef het hele huis van Rick eigenlijk niet eens. Ik wil gewoon niet dat daar een grote Friese vlag komt. Want als Lorenzo hem koopt, dan gaat hij daar gewoon een veel te grote Friese vlag maken. En dan, dat wil je gewoon niet hebben. Geen haat naar alle Friese, gewoon haat naar Lorenzo. Dus dat gaan we regelen, jongens. On my way. 3 slijmballs. Er is echt alles gespand. Behalve wat ik wil. Moet je zien. Letterlijk alles is er. Behalve slimes. Gun mij 1 slime. Zoals een Enderman is er. Ja, een mini slime. Het is een kleine. Heb ik een slime? Oh, nog 1. Kom. Gun mij. Auw. Oh mijn god. Kom op. Het is een missie, jongens. Het is een onmogelijke missie, maar het is een missie. Dit alles voor een... Het kost mij zoveel moeite. Ja. Kom. Het is... Oh mijn god. Oké. Dit gaan we redden, jongens. Dit gaan we absoluut redden. Auw. Oh mijn god. We zijn bijna dood. Rennen. Oké, ik heb er al 7. We hebben al genoeg, maar we gaan het hele profijt nu uit door. 11. Oké, we hebben er sowieso genoeg nu. Eindelijk. We hebben meer dan genoeg. We hebben er 12 al. Maar ik moet meer. Ik kan het niet laten bij wat ik nu heb. Kom. Ja. 14. Heb ik alles? Heb ik ze allemaal? Nee, er liggen er nog een paar. Oké, het is tijd om terug te gaan. We hebben 16 slijmballs, jongens. 16 slijmballs. Dat is wel echt meer dan genoeg. Maar Jesus, wat een missie. Kijk, daar is het alweer. Ik ben er bijna. We zijn er bijna, jongens. We zijn alweer bij de zonnebloemvelden voor de vallei. Wat hebben we toch ook een prachtige plek uitgekozen, hè? Je hebt daar de vallei. Hier heb je de zonnebloemvelden. Nee. Hey. Yeah. Het was me een strijd. Ik heb gevochten voor mijn leven. Ik ben door de bloemenbiome geweest. Ik heb bloemetjes voor je meegebracht. Ik heb een dirtblokje van je meegebracht. Oh, en ik heb 1, 2, 3 slijmblokjes voor je meegebracht. Oh, ik heb in totaal 16 slijmblokken. Slijmbal, sorry. Uit 1 slijm gehaald. Maar ik werd achtervolgd door alle mogelijke beesten die ik kon vinden. Ik heb echt nog nooit zo erg voor mijn leven gevochten. Dus onze deal staat vast. Ja, ik trek mijn bot van 8 diamonds in op het huis van koning Rick. Rick, mijn bot. 5 diamonds en een rauw stukje vlees. We bakken en we hebben een deal. Oké. Ik bak hem voor je. En ja, dan 5 diamonds en dan krijg ik het thuis, oké? Ja. Deal. Dankjewel. Dan bied ik jou 5 diamonds en een gebakken stukje vlees. Ja, één ding, we verkocht. Hebben wel de vloer eruit gehaald. Ga maar naar binnen. Nee! Wat hebben jullie met de vloer gedaan? Ja, die hebben we meegenomen. Nee! En jullie hebben dit ook helemaal verpest. Oh, wat kut. Wat voor vloer zat hier überhaupt in? Dit spul. Ik voel me echt bedrogen nu. Ik heb de vloer erbij gekocht. Eigenlijk is het gewoon een pure win-win situatie voor Rick en ik. Want ik kwam hier eigenlijk alleen puur op de kutten.
Ik heb al 3 slijmbals gekregen ook. Nou, nu mijn huis uit, schobberjakkers. Oké, nou jongens. We hebben het lelijke huisje van Rick gekocht. Dus we gaan even alle spullen gaan we overzetten. Kijk wat hij achter heeft gelaten. Nou, op zich wel wat spullen. Dan kan ik eindelijk mijn spullen overzetten. En dan is het zover. En dan kan ik het huisje even een beetje verbouwen. En dan kunnen we alles naar binnen brengen. En dan uiteindelijk, als ik daar mijn eigen base heb gebouwd weer, dan gaan we daarheen. Maar voor nu gebruiken we Ricks huisje even als tijdelijk huisje voor mij. Oké, jongens. Alles is zojuist verplaatst. Ik moet eigenlijk die nog even. En die moet ik dan nog even terugplaatsen. Met normaal dirt gewoon. Maar mijn bed wordt nu ook vervoerd. Ik heb alles teruggeplaatst in deze kisten hier. En ik ga zeker gewoon. Rick's bed gaat weg. En mijn bed komt in de plaats. Dan gaan we even gelijk mijn respawn point zetten. Hier heb ik namelijk al mijn nether spullen. De vloer moet ik nog even opnieuw inbouwen. Hier heb ik al het hout. Dus die kan hier. Hier heb ik al het steen. Dus daar kan mijn steen heen. Rick's bed die wil ik eigenlijk even terug naar Rick brengen. Dus die houden we even in mijn inventory. En kijk, dan is het net alsof wij hier nooit geweest zijn. Maar gewoon mensen die hier nu komen denken echt van, dit is altijd de plek waar iedereen altijd van mij ging stelen. Dus nu kunnen we zeker even de vloer erin doen. En dan gaan we het winkeltje afbouwen. Oh mijn god, dit is de geheime kist van Rick. En die is hij gewoon vergeten. Rick heeft de geheime kist met allemaal dingen erin. Oh, we halen het er even uit. Oké, we gaan even deze kist verplaatsen. Ik heb zijn geheime loot gevonden. Maar ik wil dat wel teruggeven, want ik vind het lullig om te houden. Maar we gaan het wel op een leuke manier doen. Ik ga de kist even verstoppen. Zo, oké, we gaan het huis uiteindelijk nog meer renoveren. Ik zei dat ik het telkens plat wilde gooien. Maar dat ga ik natuurlijk niet doen, want ik heb het nu puur even als handig huisje. Waar ik gewoon altijd mijn dingen kan doen. Kijk, doen we hier even een dubbele. En we hebben zelfs een geheime tunnel naar het nederhuis. Nu nog een deur erin. Zo, kijk, nu hebben we een deur. Oké, aangezien wij best wel wat diamonds hebben en ik gok dat we op zich wel wat kunnen gaan verdienen met ons winkeltje, lijkt het mij handig dat ik gewoon even wat diamond tools maak, zoals een diamond zwaard en zo. En een diamond shovel ook. Dus dan maak ik ten eerste een diamond zwaard en een diamond shovel, want dan hebben we daar gewoon genoeg van. Oké, we gaan nu naar de winkel. René die verkoopt eten, dus we nemen wat diamonds en ijzer mee. Ik weet namelijk niet zeker wat ze ervoor wil hebben allemaal, dus we nemen 1 blok mee van allebei. Wat ga ik doen? Ja, ik ging mijn vloer maken. Weet je wat? Ik bereid alles wel gewoon voor en dan zie ik jullie daar. Hallo? Is er iemand? Dat is de nieuwe winkel van Peak. Wat is het? 1/2 stack eten voor 1 dia. 4 stacks kobbel voor 1 dia. En 2 stacks stone voor 1 dia. Oké, dat zijn redelijke prijzen. Dus, oh, wat, René? Oh mijn god, René, wat heb jij veel? Oh mijn god, dan gaan we zeker betalen, jongens. We gaan zeker even wat eten kopen. Volgens mij is vis is wel goed, hè? Ik neem gewoon zo, hoppakee. Boom, boom. Nou, dat vind ik een goede deal, jongens. Ik heb 1 stack complete vis gekocht aan René. Dat vind ik een hele goede deal. Laten we even kijken wat dit is. Dit is volgens mij van Peak. Gesloten onderhoud. Oké. Nou, ik weet dat Peak hier namelijk, volgens mij wilde die hier een soort algemene farm van maken waar mensen dan voor moeten betalen. Dat was volgens mij zijn plan. Nou René, je hebt al dikke winst. Ik heb namelijk al een stack eten gekocht van je. Maar nu jongens is het tijd om daadwerkelijk dikke profits te gaan maken. Ik gok wat ik ga verkopen is zand. Vooral zand. Zand, misschien dirt, misschien gravel. Ik wilde namelijk eerst hout doen, maar ik heb hout te erg zelf nodig. En toen ging ik glas hakken voor dit. En toen kwam ik erachter hoeveel en hoe snel je zand kan hakken. Dus ja, dan is het al gewoon zand jongens. Dan kan het niet anders. Kijk, de vloer zit erin. Ik wilde heel graag een soort stenen vloer. Dat leek mij gewoon letterlijk mooi. Omdat alles al van hout is, dat je dan een stenen vloer hebt. Kijk jongens. We gaan hier in de kist deze proppen. 1 dia voor 2 stack. En dan kan ik hier gewoon de hele kist vol proppen met de spullen die ik ga verkopen. Laten we beginnen met gewoon dirt. Hier gooien we gewoon dirt in. En dan moet ik nu dus eigenlijk alle andere spullen gaan halen. Want voor de rest is het winkeltje wel gewoon klaar. Ik moet misschien nog wat details in de buitenkant doen of zo. Maar voor binnen vind ik het al prima. Hier doen we dirt verkopen. Hier doen we zand verkopen. Hier doen we gravel verkopen. En hier nog een mysterieus blok. Oké, we zijn aangekomen weer. Nu kan ik de diamonds kan ik weer kwijt. Ik neem nog 1 emerald mee. En dan kan ik allemaal. Ga ik even alles pakken wat ik nodig heb. Jongens, ik heb besloten. We doen zand, dirt en we doen leaves. Dus wat nou? Want heel veel mensen willen ook leaves altijd gebruiken. Dus wat nou als ik gewoon zoveel mogelijk leaves uit mijn eigen bos kaap? Deze bomen ga ik uiteindelijk toch nog allemaal omhakken. Dit gaat me namelijk best wel veel spullen geven. Moet je zien. Kijk hoeveel leaves ik nu allemaal heb. Ja, weet je, dat is ook zo makkelijk om aan te komen. Kijk, mensen zullen het waarschijnlijk dan bijna niet kopen. Maar misschien willen ze ook de moeite niet doen om het helemaal te gaan hakken, weet je? Dus we gaan ook best wel de prijs hiervoor heel laag gooien. Misschien 5 stack leaves, 1 diamond of zo, weet je? Of misschien, ja, ik moet even de prijs bekijken. We gaan in ieder geval snel terug naar het shoppingeiland. Yeah! We zijn wedergekeerd. En we hebben al onze spullen bij ons die wij mogelijk willen gaan verkopen. Zoals hier het dirt. Hoppakee. Dan doen wij hier al het zand wat wij hebben. En dan gaan we naar de andere kant. En daar gooien wij gewoon letterlijk alle leaves. En dan doen we hetzelfde riedeltje. Hoppakee. 1 dia voor 2 stack zand. En met leaves, hoe doen we het dan? 1 dia voor 4 stack. Ja, want het gaat vooral om de tijd. Ik denk dat het vooral daar. Ik kan die prijs altijd nog aanpassen. 1. Ik hoor voetstappen. Wie is daar? Hey! Kijk, zo doe ik mijn prijzen. 1 dia
4 stack. Ja, en hier 1 dia 2 stack. En hier ook 1 dia voor 2 stack. Ik weet alleen niet wat mijn vierde item gaat worden in dit winkeltje. Oké, dan maak ik nog heel even een tijdelijke kist voor mezelf hier. Dat is mijn verkopingskist. Die doen we hier. Zo, hoppakee. En daarin stop ik eigenlijk alles wat ik nog heb wat niet verkocht kan worden. Omdat het geen hele stack zijn, weet je. Maar ik ben blij met mijn winkeltje. Mijn winkeltje is vanaf nu officieel geopend. Ik kan er ook nu een sign eigenlijk bij zetten. Oké, jongens, dan is de winkel officieel geopend. Nu dan echt. Ik heb de dingetjes overal gezet. Overal staan signs. Kijk, nee, het is Ido. Nee, dus ik ben nog illegaal aan het verkopen hier. Ido als politie. Nee! Deze winkel is legaal. Je hebt geen recht om me uit te zetten hier. Kut agent. Het is allemaal legaal gebouwd. Ik heb een vergunning. Mooi winkel. Dankjewel. Hey, maar Ido, wanneer ga jij je winkeltje maken? Ja, de politie, nou, Ido politieacademie ofzo. Ja, de politieacademie. Ja, we moeten even kijken. Oké, jongens, nu is het zover om een pad te creëren. Even voor het mooiheid, weet je. Het moet wel een beetje leuk zijn dat ik een pad heb. Zo, kijk. Gaan we even richting René de ding maken en richting de portal. Ik ben een enorm harde werker. Ik ben een hele harde werker. Ido verpest het alleen. Nee, grapje. Wat? Hoeveel kost het om een pad aan te leggen naar de molen? Het kost 1 schep. Kijk, ik krijg het hier even terug. Ah, kijk, dankjewel, Tom. Daar gaan we. Oké, kijk, ik heb een pad aangelegd nu hierheen. Ik denk dat ik het dan met Andesite gewoon zo kan volbouwen. Ja, ik denk dat dat niet eens zo heel lelijk is als ik dit gewoon met Andesite doe zo. Kijk, dan naar René de ding toe. René moet daar dan even alleen leuke blokjes maken. Of ze moeten hetzelfde concept doen als ik. Dit is wel heel kut, dit trouwens, wat hier zit zo. Ze moeten hetzelfde concept doen met emeralds. Leuk is, mensen kunnen zelf ook het pad aanleggen. Dat hoeft ze totaal niet aan mij over te laten, weet je. Iedereen kan zelf een pad aanleggen, overal naartoe. Ik zal hem nu even zelfs naar de Nether Portal doen. Die moet uiteindelijk nog even wat officiëler en even wat mooier gemaakt worden, hè. Zo, ik heb geen zin om de trap aan te leggen. Tot nu toe ervoor. Dat mag of iemand anders doen, of ik kom terug van vakantie. Want ik ga binnenkort op vakantie. En ik kom terug en het is er nog steeds niet, dat zou ik de trap wel aanleggen. Maar in ieder geval, ik moet even wat bijsterken nu. Ik wil even dit helemaal basically vol pompen. Want jongens, ik ga over een paar dagen, voor mij, ga ik over 2 dagen ga ik op vakantie. En dan als ik, ja, dan kan ik niet mijn winkel bijvullen natuurlijk, als ik weg ben. Dus wat ik ga doen, ik ga hem helemaal vol stekken. Dus ik ben helemaal voorbereid. Ik heb letterlijk een schep. Meer heb ik niet nodig. Ik heb namelijk dirt en zand nodig. Dus we gaan even richting Justin. Die is namelijk online. Gaan we daar even zand halen. Waarschijnlijk kan ik daar in de buurt ook gewoon dirt heel veel hakken. En de leaves, ik vraag wel even 4 iron, 5 ijzer bij hem. Of 6 misschien, dat ik gewoon 3 schaartjes kan maken. En dan ga ik daar gewoon ook heel veel bomen scheren. Hé, Walnoot. Ik zie het alweer om milieuvervuiling. Blokjes in het water laten. Dieren rondzwemmen die eitjes mogen leggen. En mag dat niet of zo? Ik zie dat jij heel veel glas nodig hebt en zo. Ja, maar kijk hoeveel glas ik al heb. Hey. Ja, hey, ik verkoop tegenwoordig zand. Oh, je probeert me hier gewoon wat aan te smeren. Nee, ik ben hier eigenlijk om nog meer zand te gaan hakken. Ja, ik weet hoe laat het is. Nee. Ik kom hier oprecht om nog meer zand te hakken. Daar zijn we dan. En dan gaan we eventjes lekker grinden tot we genoeg zand hebben om vervolgens door te gaan naar de dirt. Jongens, mijn schep is stuk en ik heb nog die houten natuurlijk hier. Maar kijk hoeveel zand ik inmiddels heb. Ik denk dat het voor nu al even genoeg is. En dat we maar beter terug kunnen gaan naar de winkel. Alles kunnen dumpen daar. Terug naar huis om vervolgens leaves te halen en dirt te halen. En dan is het tijd om de winkel helemaal ready te... Ja, helemaal open. Hij is wel eigenlijk open, maar dan is hij nog beter open of zo. Oké, jongens. We hebben onze hele inventory inmiddels gevuld met spruce leaves. De consequenties daarvan is dat het hele bos wat ik hier geplant heb gewoon enkel nu paaltjes zijn. Ze hangen af en toe nog wat leaves aan, maar het is merendeels gewoon hout nu. Wat eigenlijk bomen waren. Dus Rini, je mag in principe mag je het wel hakken. Maar dan moet je wel... De zeppelin stug planten natuurlijk. Ja, dat doe ik altijd. Ja, oké. Okay. Maar wat vind je van het bos zo? Ik vind het wel leuk. Ja, een beetje herfstachtig. Ja, het zijn letterlijk gewoon paaltjes, meer niet. Nou, laten we dan gelijk dat heel snel even naar de winkel brengen. En dan het laatste, de dirt. Het is zoveel dirt. Het is echt insane. Of het liefst bedoel ik, sorry. We hebben echt meer liefst dan dat we zand hebben. We hebben ook nog die. Maar ja, uiteindelijk wil ik misschien dan ook nog meer gaan doen. Nog meer liefst gaan verkopen. Maar ik weet het niet zeker. Zullen we deze overige 46 hier? Die gaan we gebruiken om het te decoreren nog een beetje. En het overige zand. Nou weet je, we pakken nog een stek zand. En dan gaan we dat zand gebruiken om een soort zandstapeltje hier te maken. Weet je, want we verkopen zand. Dan heb je leaves. Verkopen we zand. En dan moet eigenlijk ook nog dirt hebben. Wat we laten zien dat we verkopen. Dus een soort, ja, een soort stapeltje. Kijk, het is echt een leuk winkeltje zo. Dus zie je echt wat het verkoopt. Dus je hebt zand, leaves. Misschien dat ik nog wat leaves bovenop doe. En natuurlijk het dirt. Maar ja, of je nou dirt wil plaatsen, besef ik nu. Dat is maar een vraag. Oké, jongens, ik denk dat ik wel even genoeg dirt heb gehakt. In volle trots had ik 2 shovels gemaakt. Maar ja, mijn ene is nog niet eens op de helft. Of hij is net over de helft. En bijna mijn hele inventory zit al vol met dirt. Dus ik dacht, weet je, ik vind het wel mooi geweest nu. Ik ga de dirt lekker in de winkel pompen. En dan is het winkeltje helemaal klaar voor gebruik van mensen. Wie weet, is er al wat gekocht? Ik denk het niet. Maar
Wie weet. En we zijn weer aangekomen. Het is heel simpel nu, jongens. Het is hier doen en dan klik, 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 klik. Heel veel klikken. En dan prop ik die hele kist vol met allemaal dirt. Zo. Dan ga ik naar mijn geheime kistje hier. Daar doen we even de overige spulletjes in. Poppen we dat dicht. En dan hebben we een winkeltje. We kunnen dirt verkopen. We kunnen zand verkopen. We kunnen leaves kopen. Uiteindelijk gravel. Maar ja, daar wachten we nog even mee. En ik denk dat het winkeltje dan gewoon... Ja, is klaar. Hij is af. Volgende episode wil ik echt weer base progressie gaan maken. Want dat is echt al een tijdje geleden. Ik heb nu Rick's huis gekocht. Maar ik vind het tijd om die tweede muur nou eindelijk een keertje eens te gaan bouwen. En vervolgens wil ik daarna gewoon eventjes... Ja, gewoon even gefocust zijn ook op de base. Binnenkort ook even bij Ido langs. En samen bij Peak. Kijken of we nog meer winkeltjes openen. René die verkoopt ook goede dingen. Nu is heel handig om te weten. Want ik heb voor mijn muur. Heb ik absoluut. Heb ik steen nodig. Heel veel steen. Maar ik heb ook een andesite nodig. Dus dat wordt even lekker René's winkeltje leeg kopen. Maar voor nu is het dan mooi geweest met de video. Ik wil jullie enorm bedanken voor het kijken naar deze video. Like zeker even als je het nog niet gedaan hebt. We gaan voor 2000 likes. Reageer even jouw favoriete moment uit deze video en wat jij heel graag wilt zien in de volgende video. Like, abonneer, spreek jullie de volgende keer. Hey, dat rijmt. Doei!